De poorten voor de tweede dag van Lowlands zijn opengegaan. Het hoofdterrein. Aan de overzijde van de camera staat de Alpha tent. En hier is Lowlab voor de tweede keer. Vorig jaar in 2010 zijn we begonnen met een kleine editie. Om te kijken hoe het voelde, hoe het was. Om te zien of het zou werken. De wetenschap naar nieuwsgierige festival Lowlands brengen. Ja, dat heeft gewerkt. En dit is Lowlab 2011 versie 2.0. Lopen we mee. Daar zit de Cradle, de ontspanningsruimte met uiteraard weer allerlei noviteiten, innovaties die het publiek moet aangeven dat er veranderingen aan zitten te komen. Daarachter het Revolt House, die grote ronde tent. Wonen in 2050, daar gaat het over op de zogenaamde Phoenix Future Island. Dan hebben we daar verder aan de linkerzijde hebben we het Low Energy Island. Daarboven gaat het over eten, voedsel, hoe om te gaan met duurzaam eten of duurzaam kopen of duurzaam bewaren. Al dat soort thema's boven. Dit jaar 5 eilanden op Lowlab. Laten we even naar de Cradle gaan eerst. Vanaf de Cradle heb je heel mooi uitzicht op het 5e eiland waar we zojuist stonden. Namelijk de Highway of the Future. Drijvend en onze opgang naar Lowlab. Cradle kun je dus ontspannen. En dit is het toppunt van ontspanning. Een prachtig zitmeubel. Aan de bovenkant zonnepaneel. Aan de onderkant kussens. Wat is daar bijzonder aan? Bijzonder aan dit concept is dat we gewoon een aantal bestaande technieken hebben samengevoegd. Het grote voordeel is dat we heel weinig elektrische energie nodig hebben om een heel comfortabel warm gevoel te creëren. En omdat we zo enorm weinig energie nodig hebben, is dat heel eenvoudig met duurzame energie op te wekken. Op de Cradle kun je verder een ansichtkaart sturen naar iemand waarvan jij vindt dat hij moet overspringen op een duurzamer leven. Je kunt je ontspannen in de Cradle to Cradle loungebank en je kunt je vieze onderbroek inruilen voor een schone, oftewel schoon geproduceerde onderbroek. Daarnaast is er 3 keer per dag de VPRO wetenschapsquiz. Eerste vraag. Hout. Houd als een ober een bord hete soep op de gespreide vingers van je hand. Op deze manier. Draai je hand met daarop het bord rond. Hoeveel rondjes moet je draaien voordat je arm weer terugkomt in de beginstand? Is dat petje op 2 of is dat petje af 3 rondjes? Dus petje op 2 rondjes draaien of petje af 3 rondjes draaien? Achter de Cradle ligt het Future Phoenix Island. Met ten eerste het prestigieuze Revolt House van de TU Delft. Maar ook een maquette van de eerste energie-neutrale brug ter wereld. En een Duplo-spel waarmee de Lowlander van Rijkswaterstaat leert hoe je zelf zo'n brug kunt maken. Ik vind het heel boeiend vooral. Ik heb veel gezien wat erg leuk was. En ook tegelijkertijd heel leerzaam. Dus dat is wel leuk. Als we het Revolt House inlopen valt een soort moderne douche als eerste op. We staan hier eigenlijk in de meest goedkope en energie-efficiënte airconditioningsvorm die er is op deze wereld, kan ik me zo voorstellen. En zeker in high-tech vorm. Hiermee koelen we de tent. In combinatie met een UV-coating die hier op het dak zit. Je kunt minder UV-licht binnen, dus minder warmte de tent in. En de rest koelen we weg met het water dat hier uit de douche komt. Dus dit is eigenlijk bedoeld vanuit de tuinbouw. Dan wordt het in kassen gebruikt, namelijk om de planten mee te bevochtigen. Maar nu kan het dus ook in tent op deze manier. Naast de interactieve LED-verlichting van TU Delft en de bouwmaterialen van petflessen is de drinkwaterbar een populair onderdeel. Wat vraagt de gemiddelde Lowlander aan? Ze zeggen, wat is er zo bijzonder aan dit water? En zeggen we, het is kraanwater. En eigenlijk is dat de essentie van wat wij met dit concept willen uitdragen. Kraanwater gewoon bijzonder is, duurzaam, goedkoopste. En met limonade maken we het nog lekkerder. Ik mag zelf een smaakje. Dit neem ik de abrikozen, denk ik maar. Zo, een beetje water erbij. Oké. Okay. Het Revolt House is pas rond als ze van Nio geleerd hebben dat algen van poep goud kunnen maken. En dat je van algen op hun beurt weer koekjes kunt maken. Dat koekje, dat welbekende koekje, is dat dan het eindproduct?
Nou, het is een van de eindproducten die je ervan kan maken. Dus dit is geen eindproduct, maar het is eigenlijk gewoon een stapje. Het is een mooi product wat je van algen kan maken. Zo kan je er ook bioplastic van maken. Je kan er ook weer de ingrediënten van kunstmest uithalen. Want dat zijn de fosfaten. Dus je kan er heel veel dingen mee doen. Poep is goud. Ja, shit is it. Hè? Overal op Lowlands zag je energielabel tatoeages. We doen onderzoek in het kader van het groot nationaal onderzoek van de NTR en de VPRO. Dat is een groot onderzoek. Het gaat eigenlijk over hoe sociaal vaardig is Nederland. Maar we hebben ook speciaal voor het Lowlab een milieuonderzoekje eraan toegevoegd. Waarbij we kijken hoe duurzaam de Lowlander is. En mensen die daaraan meedoen, die krijgen een energielabel als uitslag. En dat krijgen ze wetenschappelijk verantwoord getatoeëerd op hun arm. En nou ja, daarmee kunnen ze Lowlands al dan niet met opgeheven hoofd verlaten. We zien nog één opvallende feature als we het Future Phoenix Island verlaten. Een rookruimte. Zo, Gert-Jan, dit is het Clean Air Aquarium. Ja, klopt ja. Nou, wat we eigenlijk doen is, we demonstreren hoe je hele vieze lucht schoonmaakt. En dat doen we met 35.000 volt. Een extreem laag amperage, zodat het heel weinig stroom verbruikt. Het wordt aangetrokken door die platen. Die zijn geaard en die stofdeeltjes zijn positief. En positief geaard is dan zeg maar relatief negatief. Dus het trekt elkaar aan. De stofdeeltjes zitten tegen het plafond. Dus die slaan daar nu op neer. En als je dan gaat meten, dan zie je dus dat de luchtkwaliteit schoner is. Beter is dan in de gemiddelde operatiekamer. En eenmaal uit de rookruimte zien we de toegangsbrug pas goed. De Highway of the Future met daarop een interactieve LED-wand en de nieuwste elektrische onderzoeksauto van TU Eindhoven. Een van de drie meest sexy onderwerpen die er bestaat, praat over auto's. Hè? Ja, zeker. De vraag over de elektrische auto's, wanneer rijdt hij nou echt in Nederland massaal? Hij rijdt nu al. We zijn hiermee vanuit Eindhoven naar Lowlands gereden. En dat ging eigenlijk gewoon prima. Deze drijvende weg is ontworpen door de mensen van Rijkswaterstaat, die op de weg laten zien dat zij zorgen voor een droog Lowlab met het NAP-spel. Want zij vertegenwoordigen de natuur, dat is de regen die valt. En als er nu niet iemand gaat fietsen aan de kant van het gemaal om het water weg te krijgen, dan loopt het land onder en staan we met z'n allen op Lowlab met water. Dit gaat niet goed nu. Nee, omdat er niemand het water uitpompt. Dus verzuipen we nu met z'n allen. Dus Lowlab is verzopen. Ja. Dan dus maar snel naar de volgende stop op onze route. Het Low Energy Island. Waar een bonte verzameling innovaties op het gebied van duurzame energie op ons wacht. Ja, hetgeen wat we hier laten zien is de productie van bioethanol. Daar hebben we dus cola, mais, papier en bananenschillen. Dus het maken van bioethanol uit suiker. Wat eigenlijk gewoon ook gebeurt bij bier en wijnbrouwen. En dat op Lowlands? Dat op Lowlands, ja klopt. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel toepasselijk. Je hebt natuurlijk gewoon het bier, hier is overvloeden. Maar ja, in dit geval kan de alcohol natuurlijk ook prima gebruikt worden als biobrandstof. Zo zien we hier bijvoorbeeld slim glas, wat zijn eigen energie opwekt. Een melator waarin je met magneet plasma in bedwang kunt houden. En een robotarm waarmee je kunt leren werken in een fusiereactor. Ja, wat we met dit proefje willen illustreren is dat ogenschijnlijk hele simpele taken, die we met onze handen iedere dag meerdere keren doen, dat die een stuk complexer wordt op het moment dat je die normale handen niet mag gebruiken en het bijvoorbeeld met een robothandje moet doen. Verderop een DNA-lab waar je met een beetje spuug een persoonlijke DNA-ketting kunt laten maken. En wie wil weten wat nanotechnologie en duurzame energie met elkaar te maken hebben, krijgt dat uitgelegd door Mr. Nano himself. Jij zei vorig jaar dat de nanotechnologie de techniek van de toekomst is. Ben je die overtuiging nog steeds toegedaan of is die overtuiging groter geworden? Het is eigenlijk groter geworden, omdat namelijk het veld nog breder geworden is. Het was al eigenlijk al een transitie in nano-elektronica naar veel meer naar nano in je lijf. Devices maken die je bloed kan meten, hersenactiviteiten, opsporen naar tumoren en dergelijke. Nu is dat weer veld uitgebreid naar nieuwe materialen inderdaad voor energie. De brandstofcellen die we hier zien, waarin nanoporiën zitten. Materialen echt op het gebied van de nano weten wat je aan het doen bent. Nee, dat is echt alleen maar groter geworden. En dan, met prachtig uitzicht over Lake Lowlands, de Urban Mine van Fairphone. Fairphone, wat wil je ermee? We willen een eerlijke telefoon op de markt brengen. Dat zegt het al, hè? Dat zegt genoeg, toch? Ja. Hoe krijgen we dat? Dat is wel ander iets. Maar telefoon maken is het probleem niet. Het is alleen de omstandigheden waarom die gemaakt wordt. En dat zit op heel veel gebieden. Hè? En wat we hier aan doen zijn, is bijvoorbeeld de grondstoffen terugwinnen uit recycling, urban mining zoals we het noemen. Hoe reageert het publiek van Lowlands?
Ja, leuk. Ja, er wordt, ja, we kijken om je heen. Er wordt fantastisch gemijnd hier. We boven de verwachting, want we hadden bedacht, laten ze er 3-4 grondstoffen uithalen. Maar op een gegeven moment riepen ze van ja, en dat plastic dan? Even tussendoor, dit is het hart van LoLab 2011. Een aggregaat van Bredenoord dat de eilanden van duurzame stroom voorziet met behulp van synthetische diesel. Op de bovenverdieping bevindt zich de Future Food Garden. Iedereen wordt hier gestimuleerd de online tool in te vullen bij het voedingscentrum. Zo krijg je inzicht in jouw voedselafdruk op deze wereld. Cabaretduo Lebbes en Jansen gingen hiervoor. Dan zijn we af en toe een tussendoortje. Zie ik eruit als iemand die een tussendoortje eet, flikker op zeg. Ik weet niet, wat is een tussendoortje? 1 of 2 keer per week vlees, af en toe vis. Huppakee. Ik eet 3 keer per week zeker. Ik doe echt mijn best. Zit fucking op 1,5 wereldbol. Ja, maar ik heb het idee dat het programma niet klopt. Ik zit op 1,5 wereldbol. Ja, maar die vinden ze wel. Ja, dat is goed. Maar ik ben gewoon een toaster zo. Toaster? Wij zouden samen een keukenprogramma kunnen maken. Met alleen maar... Dit heb ik van tevoren al gemaakt. Spannende dingetjes. Lekker zeewier. En het thema is zeewier. Zeewier. Verder draait er een film met tips tegen voedselverspilling. Kun je een potje elektro spelen over biodiversiteit? En kun je je creativiteit kwijt bij de workshop Beelddenken? Waar de wetenschap stopt, gaat de verbeelding verder. En als je het hebt over hoe moeten we straks eten in de toekomst en hoe moeten we het maken, dan hebben we die verbeeldingskracht nodig. Ja, en we vragen eigenlijk deze mensen aan tafel om daar met ons over na te denken. Van we zijn straks met veel meer mensen. En het zou heel fijn zijn als op de hele wereld iedereen veilig kan wonen en lekker kan eten. En dat er ook nog wat natuur over is. Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Dat is eigenlijk de vraag van teken dat nou eens. Hoe zie jij die toekomst? Ook wij zijn alweer voorzichtig onze toekomst aan het tekenen. Want hoe ziet 2012 eruit? We hopen van harte dat u samen met ons die toekomst zal vormgeven op LoLab 2012. Tot dan. Gaat verdaan.